niet alleen de klant centraal. De klant wordt steeds meer een onderdeel van je proces, dus ook van je strategie. Dus het is niet uit te vlakken dat je niets met klanten gaat doen. Dus je klant is een van de belangrijkste elementen in je strategie. Gehad over mijn onderzoek en mijn nieuwe boek, Klote Klanten 3.0. Weer een hele nieuwe versie. Na 10 jaar Klote Klanten 2.0, 5 jaar geleden, 10 jaar geleden 1.0. En waar het nu echt om gaat is de hyperconnected world, de macht van de customer. Misschien wel de overdreven aandacht voor data, terwijl je niet precies weet wat je ermee wil doen. Ja, we staan nu in een heel mooi tijdperk waarin we eigenlijk een overgang zien van een mix een beetje tussen de menselijke waarden, de data, de technologie. En dat maakt het heel erg spannend, hè? Waarbij bedrijven enorm naar op zoek zijn om die connectie te kunnen krijgen, die verbinding te kunnen krijgen met mensen en maatschappij. Ik denk dat we echt een volgende stap nu gaan maken waarin we organisaties menselijker maken, maar ook daadkrachtiger, maar ook van binnenuit. Nieuwe leiders, een verjonging weer van managers, een verandering van functies, meer naar een digital business, digital world, naar een wereld die creatief is, creatiever leiderschap maakt. Ja, alles is tot in het idiote met elkaar verbonden. En of je nou wilt of niet, het is zo. En je kunt ook niet zeggen, ik doe daar niet aan mee. He, waar we nu naartoe moeten, is dat we een goede balans moeten weten te vinden. Tussen privacy, data, wat heb ik wel nodig, wat heb ik niet nodig. Zodat ik uiteindelijk ook zelf, misschien ook als klant, steeds meer de keuzes kan maken wat ik echt hebben wil. Op basis van de informatie die ik krijg. En niet door een heel erg operationeel gedreven, salesachtige organisatie die alleen maar op resultaat geënt is.